was een moment waar ik lang heb naar uitgekeken. En het is natuurlijk ook mooi dat mijn familie er ook bij was. En, ja, het is toch iets waar iedere jeugdspeler wel naartoe kijkt bij Twente, denk ik. Dat is echt geweldig, want ik ook gewoon een jongen uit de buurt ben. En het is niet alleen echt speciaal voor mezelf, maar ook voor mijn familie. Dus ja, ik heb er echt heel erg van genoten. Het is het moment waar ik hard voor heb gewerkt. Maar ook een moment waar ik lang naar uit heb gekeken. Dus ik heb er echt heel erg van genoten, ja. Ik wil natuurlijk mijn moeder bedanken. Zeker ook omdat mijn familie erbij was. En ik doe het ook zeker ook voor hun. Dat ik ja, gewoon ja, voetballer wil worden, zeg maar. Ja, dat, daarvan werd ik een beetje emotioneel, ja. Ja, we zijn echt goede vrienden. Dat was al vanaf het begin. Godfried kwam hier in de B2 was het. En sindsdien al gelijk al een goede band. En we doen veel dingen samen, ook buiten het voetbal. Dus het is echt veel speciaal om het samen met hem vrijdag te mogen doen. Dat is echt heel leuk. Was het moeilijk voor jou? Want je was natuurlijk heel jong en je komt dan uit Zeeland hier naartoe. Het was zeker ook wel wennen. Het was mentaal vooral wel zwaar. Want alles werd natuurlijk nieuw. School, mensen hier zo, de spelers, teamgenoten. En, maar ja, ik heb wel veel steun gehad aan Ryan die tijd. Ja, dat is niet verkeerd om zo'n ras echt Enschede erbij te hebben, toch? Echt een tukker, ja, daarom. Wat heeft hij bijvoorbeeld geleerd wat typisch Twents is? Ja, een beetje de taal. Ja, Twents, ik heb een heel klein beetje geleerd, hoor. Ja, noem eens voorbeelden. Als we een beetje, ja, niet echt ruzie, maar gewoon een beetje met elkaar. Dan zeg ik tegen hem van, wat zeg ik waar je dan? Waar je dan? Zulke dingen, wel grappig altijd. Het is echt een hele technische voetballer en met heel veel rust. Je kan altijd op hem vertrouwen en je weet van die jongen die gaat de bal niet echt verliezen. Die is echt heel technisch, altijd overzicht. En ook als hij dingen zegt, dan neem je het ook echt van hem aan. Want hij heeft ook wel heel veel verstand van voetbal. Dus echt een hele goede speler. Nee, klopt wel. Dat is schit, toch? Nee, klopt wel zo. Ryan snel, technisch, zorgt altijd wel voor dreiging, scoort makkelijk. En ja, je kan wel altijd de bal bij hem kwijt. Ja, klopt wel, ja. Doe me goed, man. Dankjewel. Ik hoop dat ik volgend jaar naar Jong FC Twente mag gaan. En daar gewoon weer hard werken en goed spelen. En mijn droom is om gewoon in het eerste van FC Twente mijn debuut te maken. En ja, het zou heel mooi zijn, ja. Hoeveel tijd gun je jezelf daarvoor? Ik, volgend jaar maak ik mijn debuut in het eerste. Daar ga ik voor. Ja, precies hetzelfde eigenlijk. Zo snel mogelijk bij Jong aansluiten. Misschien een aantal trainingen met de eerste meedoen. En dan hoop ik ook volgend jaar ergens mijn debuut te maken. Dus het liefst weer samen? Ja, dat zou heel gaaf zijn. Ja. Dat zou heel mooi zijn. Mm-hmm. Ja.